De Groninger Voedselbank ontving vrijdagmiddag het certificaat Voedselveiligheid. Groningen is daarmee de eerste voedselbank met een dergelijk certificaat. Met behulp van subsidie heeft de voedselbank grotere koeling en vriezers aan kunnen schaffen. Hierdoor kon de verdubbeling van het klantenbestand van 300 naar 600 gezinnen opgevangen worden. Tegelijkertijd zijn door de koeling en vriezers ook de mogelijkheid voor het bewaren van vers producten toegenomen. Stel, de voedselbank in staat om enerzijds vers voedsel langer te bewaren. Dus ze kunnen dat langer uitkeren aan mensen. Maar ook voor bedrijven, en dat is wel een hele belangrijke, dat die ook weten dat het voedsel dat zij leveren aan de voedselbank, dat het hier op een goede en op een veilige manier wordt bewaard. Dat is met name voor grote supermarkten zoals de Jumbo en voor Albert Heijn. Dat die ook weten dat op het moment dat zij het voedsel in bewaring geven, dat ook daar veilig en op een goede manier met hun voedsel wordt omgegaan. De stad ondersteunt de voedselbank. We roepen ook iedereen op om er toch zijn steentje bij te dragen om voedsel te blijven voorzien aan de mensen die dat nodig hebben. Ook overhandigden de initiatiefnemers van de actie Groningers voor Groningen de opbrengst van een inzamelingsactie waaraan 34 restaurants deelnamen. Het verzameld bedrag was €8.000. De Fonteinkerk aan de Eikelaan had ook een cheque van €6.000. En we hebben vanmiddag de acties van de restaurants in de stad, die 36 restaurants, ver boven verwachting. Want ik had gehoopt op €5.000. Het is €8.000 geworden, dus dat is fantastisch. En de PKN-kerk, de Fontein, voegt daar nog eens een keer ruim €6.000 aan toe. Dus ja, een betere dag had ik me niet kunnen wensen. Hoe is het op dit moment met de voorraad van de voedselbank? Nou, die was weer op gang gekomen door de acties, maar is nu ook weer geslonken. Maar met dit geld kunnen wij weer nieuw voedsel kopen, vooral maaltijdvoedsel kopen, waardoor we toch weer een aantal weken vooruit kunnen. Molenhuis wil dat de voedselbank over 10 jaar overbodig is en dichtgaat. Als mensen leren delen met elkaar, want er is voldoende. Alleen is er een tweedeling in de samenleving. Er is rijk en er is arm. En als je die twee met elkaar kan verbinden, en dat proberen wij te doen, ook samen met de universiteit en met de gemeente Groningen, dan weet ik zeker dat die voedselbank binnen 10 jaar dicht is. En dat was niet alles. Vanmiddag werd ook de tweede oogst van Mien Toentje bij de voedselbank afgeleverd.